Met twee punten, namelijk punt 17, het reglement toekenning toe, lagen en het punt 26, transport en verwerking van afvalstoffen van het containerpark. Meneer Leenaerts, op het hele ritus waarbij de geesten der overledenen met een piplock set to play worden teruggeroepen op de stad is geen zaak. Wie de diepere en feerrijke betekenis hiervan doorgrondt, zal ook Loch Lomond met zijn high en low road beter begrijpen. Daarvoor keek en kijkt mijn kinder in de Highlands heus niet op 30 euro. De Schotten hebben nogthans eeuwenlang gecolonieerd met hun Engelse bezetters, onder andere tegen de boeren in Zuid-Afrika, de Indianen en Minutemen in Amerika, tegen de Indiërs, de Ieren, de Hollanders en noem maar op. Maar telkens gold voor hen de portis nihil nihi bese bene. En in het homeland werden ze heroes, die standbeelden kregen, lieden, verering en viering. Hoe anders verging het onze late boerenkrijgers aan het oostfront, voor ouder en heerd. Dus mijn tweede punt is, geef ook oud-oostfrontstrijders waar ze recht op hebben, al is het maar 30 euro. Dan heeft dit gebaar, deze almoes, tenminste nog wel enige zin en relevantie. De spreker heeft het daarnet al even vermeld. Het is de laatste gemeenteraad van onze gemeenteraadssecretaris. We gaan straks de nieuwe gemeenteraadssecretaris de eed laten afleggen. Maar we gaan dat niet zomaar laten voorbijgaan. Toch zeker niet het afscheid van ons aller Nicole. Jullie weten allemaal, na de zitting zal er tijd en ruimte zijn voor elke fractie om nog een woordje te richten tot Nicole. Dat heeft ze zeker en vast wel verdiend. Maar ik ga hier toch even ingrijpen in het programma, want er is al een eerste verrassing. Er zijn twee personeelsleden die zelfs taart gebakken hebben. En om praktische redenen gaan we daar al mee binnenkomen onder luid applaus voor Nicole. Hij geraakt die nog versneden en opgegeten voor het einde van de gemeenteraad. En dat is ook voor het publiek. Is er een nieuwe gemeentesecretaris in aantocht? En dient die voltijds contractueel waarnemend te worden aangesteld? En zoals u hebt kunnen lezen, is dat de hier aanwezige meneer Ronnie Le Jagere. Spreek het juist uit? Perfect, meneer Le Jagere. Dan wil ik vragen om de eed af te leggen. Ik zweer de verplichtingen van een ambt trouw na te volgen. Dank u wel. En gefeliciteerd met uw